Phil Taylor zei altijd, na een verloren partij, back to the practice board. Maar verder, dit is de Achter de Hockey Podcast. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland. Mijn naam is Mike Hooiveld en hij is weer terug uit de kerst- en nieuwjaarsdrukte. Een van de beste rankingmakers van Nederland. Dames en heren, welkom in deze podcast, Erik Middelkoop. Mike, goedenavond. Ja, dankjewel. Ik mag weer aansluiten. Leuk. We zijn terug met het jarenoverzicht. Maar we gaan ook een korte vooruitblik doen op het komende jaar. Dus ik zou zeggen, we gaan snel beginnen. Nou, we beginnen natuurlijk eigenlijk waar het jaar bijna altijd mee start. De Player Championships. Er zijn er dit jaar weer 30 gespeeld. Ja, we hebben toch een hoop namen weer gezien op de Pro Tour. Bijvoorbeeld een William O'Connor en José de Souza. De comeback van Brandon Dolan. Zijn jou nog dingen opgevallen dit jaar op de Pro Tour? Ja, wat jij hier zegt, Mike, is eigenlijk het eerste wat opvalt als je de lijst met winnaars bekijkt van 2020. Je hebt natuurlijk jaren gehad dat Van Gerwen er heel wat won. We hebben jaren gehad dat Anderson er heel wat won. Jaren gehad dat Wright er heel veel won. Nou, die is nu met 3 titels koploper van dit jaar, samen met Wade. We hebben gewoon echt heel veel verschillende winnaars gezien. En ik denk dat het zo ontzettend aantrekkelijk maakt. Ja, die vloertoernooien, iedereen kan winnen, is misschien iets overdreven. Maar het scheelt niet heel veel. Iedereen in de top 32 die kan gewoon zijn Players Championship winnen. Nou, we hebben een hoop verschillende winnaars gezien. Jij hebt het over top 32. Maar volgens mij staat Hurry Word niet eens in de top 64 of onderhand wel. Nee, inderdaad. Nog niet eens. Inderdaad, misschien de meest opvallende winnaar die jij daar noemt. Halverwege het jaar won die in de finale van Max Hopp. Ja, zie je dat soort gasten het kunnen winnen. Ik denk dat het ook heel veel doet voor een hoop andere spelers. Als die dat zien, ja, dan kan ik er misschien ook dat ze zoiets denken. Wat vind jij de meest opvallende winnaar die ertussen zit? Naast Word? Goh, ja, ik denk toch wel José de Souza. We hebben hem heel goed zien spelen op de Pro Tour. Ja, ik denk dat dat toch wel een van de grootste verrassingen op de Pro Tour is dit jaar. Op tv kan hij het momenteel nog niet helemaal waarmaken. Op de Euro Tour ook niet. Maar als hij daar toch eens wat meer ervaring krijgt, dan wil ik nog wel eens zien waar het eindigt. Ja, wat denk je dan bij zo'n man die echt als een komeet naar boven is geschoten? Echt vanuit het niets ineens op de radar verschijnt? Gaat hij dan zo'n... Dat is ook weer als... Ja? Gaat hij doorzetten? Nee, ik denk dat ze ook weer als een komeet gaan zakken. Denk terug aan de Terry Jenkins, Andy Hamilton, die dan weliswaar nu weer terug is. En dat soort mannen, weet je wel. Hij is ook al wat ouder, José de Souza. Ik denk, ze komen als een komeet, maar ze gaan ook weer als een komeet. Nou, ik vind het heel interessant om te gaan zien wat hij dan inderdaad in het tweede jaar gaat doen. Ik denk dat Terry Jenkins, als hij die carrière gaat volgen, dat hij best tevreden gaat zijn. Maar ja, spannend, interessant. Inderdaad leuk wat jij ook zegt, Brandon Dolan weer terug. Wel leuk, ja, het is niet qua spel mijn meest favoriete speler. Maar wel leuk dat hij de weg naar boven weer gevonden heeft uit zijn dal. Wint er gewoon 2, dus dat is ja, wel een bevestiging dat je echt op de weg terug bent. En dan, ja, ik denk ook wel leuk om te zien dat Price degene is die dan de vloer toernooi ja, niet het meeste gewonnen heeft, maar wel de ranking winnend afsluit. Het ook wel aangeeft dat je in mijn ogen ook wel echt fysiek sterk moet zijn om zo'n heel jaar lang al die zware weekenden in Wigan en Barnsley, ja, om dan als beste te boven te kunnen komen drijven. Ja, toch opvallend. Van de 30 toernooien zijn er 5 titels weliswaar naar James Wade gegaan. Ja, heel goed op de vloer. Zeker aan het begin van het jaar. Maar ja, zoals we het wel zo vaker van James Wade gezien hebben. Op tv de rest van het jaar natuurlijk niet heel, heel vaak weer teruggezien. Dat is opvallend. Misschien was wel een van de opvallendste Player Championships dit jaar was Player Championship 8. Waarin de finale Adrian Lewis en Raymond van Barneveld tegenover elkaar stonden. Dat was een beetje de Legends Return op de vloer. Ja, dat is zeker waar. Dat zeg je goed. En waar Lewis daar winnend afsluit. En ook met de goede energie de rest van het jaar doorgaat. Ja, is het voor Van Barneveld in mijn ogen ook wel een beetje een tikkie geweest. Dat hij daar niet het toernooi winnend af kon sluiten. Had misschien nog wel een breekpunt kunnen zijn als hij daar Lewis dat wel had kunnen vloeren. Ja, maar ja goed, hij moet nog steeds betalen voor zijn boodschappen. Dus het schiet voor hem nog steeds niet op. Ja, dan gaan we toch alvast naar de eerste speler van het jaar. 6.000 pond, hè, Mike, die je daar opraapt. Ja, waar de kerst ook boodschappen van doen, hè? Ja, hopen dat hij er zelf ook zo over denkt. Ik zag gisteren een interview met hem
bij een van onze concurrenten. En dat zag er al een stuk positiever uit. Dan gaan we naar de eerste speler van het jaar toe. De Pro Tour speler van het jaar. Erik. Ja, dan ga ik toch voor de Sousa. Dat is misschien niet de meest voor de hand liggende naam. Alhoewel, het is misschien ook wel eentje waar je wel heel snel aan denkt. Maar hij heeft niet de meeste vloertoernooien gewonnen. Als je kijkt naar Wade en Wright. En ook Van Gerwen en de prijs natuurlijk. Maar nogmaals, als je zo vanuit het niets opkomt. En twee keer een toernooi weet te winnen. Hè, en in de eerste keer dat je in die finale staat, krijg je Gerwin prijs tegenover je. En die versla je met 8-1. Nou, tweede keer Durmond in de finale. Knappe binnenkomer. Voor mij de Pro Tour speler van 2020. Wat jij, Mike? Ja, Ronnie Huibrecht natuurlijk. Nee. Heel verrassend. Nee, geen Ronnie Huibrecht. Helaas geen toolkit meer voor onze sympathieke Belg. Nee, mijn Pro Tour speler van het jaar is de Freetime BDO champion Glenn Durant. Heel goed jaar gehad op de vloer. Zeker meteen in zijn tweede Player Championship. Dus eigenlijk zijn tweede toernooi pas bij de PDC. Net niet de finale zijn kant opgetrokken. Hij verloor helaas met 8-7 van Dave Chisnall. Ja, een week later was het al wel raak voor Glenn Durant. Die met 8-3 van Dimitri van den Berg wint. Ja, en die heeft een ongelooflijk jaar gehad. Daar gaan we straks zeker bij terugkomen op de majors. En dat brengt ons bij de Eurotour. En 4 keer een Nederlandse winnaar op de Eurotour. Niet geheel verrassend, Michael van Gerwen. Ja, zeker. Dat is absoluut niet verrassend. Maar wat wel verrassend is, dat allemaal in de eerste 5 Eurotours van het jaar was. En dat je hem verderop op de lijst niet meer tegenkomt. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Hij heeft daarna nog 3 keer een finale verloren. Waarvan eigenlijk de opvallendste tegen Joe Cullen is. Joe Cullen heeft denk ik dit jaar 1 goed weekend gehad. En dat was op de European Darts Matchplay. En dat weekend was hij echt dodelijk voor iedereen. Ja, ja, steengoed. Waar het vandaan komt, ik weet het niet. Waar het gebleven is, weet ik ook niet. Maar dat weekend kon hij gewoon niet missen. Kon hij ook gewoon niet verliezen. Dus ja, dat Van Gerwen dan daar in die finale er een keer afgaat. Dat kan nog. Maar hij is natuurlijk wel in mijn ogen een beetje zijn onoverwinnelijke uitstraling op die Eurotour kwijt. Hij heeft natuurlijk meer dan 30 van die toernooien gewonnen. Hij is echt de koning van de Eurotour. Had op een gegeven moment ook echt zo'n rijtje van last leg deciders die hij niet verloren had. Ik weet niet meer hoeveel het er waren, maar had er echt meer dan 20 achter elkaar gewonnen. Nou, het is sowieso sinds de oprichting van de Eurotour nooit eerder voorgekomen dat Van Gerwen niet of langer droog staat dan 4 Eurotours tegelijk. Ja, inmiddels heeft hij er al 8 niet gewonnen. Dus je kan in mijn ogen niet meer zeggen dat daar niks aan de hand is. Je moet het niet groter maken dan wat het is. Maar zijn dominantie op de Eurotour is hij in mijn ogen kwijt. Ja, zeker. Hij verloor ook nog de Austrian Dutch Championship tegen Mensah Suljovic, die voor thuispubliek speelde. Ik denk dat meteen ook het hoogtepunt is van Mensah dit jaar. Die heeft gewoon een enorm slecht jaar gehoord. Ja, dat is absoluut het hoogtepunt. Van Suljovic hebben we natuurlijk weinig gezien. Het is inderdaad ook wel weer opvallend dat Van Gerwen ook in zo'n wedstrijd tegen zo'n tegenstander dan ook niet naar zich toe weet te trekken in zo'n finale, wat dicht bij elkaar ligt. Oké, Suljovic thuispubliek mee, maar het is niet eens Van Gerwen om zulke wedstrijden niet winnend af te sluiten. En dat hebben we dit jaar toch best wel weer een paar keer gezien. Misschien is het wel het meest opvallende verlies van Van Gerwen de Dutch Darts Masters. 8-7, Ian White. Ja, voor eigen publiek. Ian White heeft er al een handje van om af en toe het een beetje te verstieren hier in Nederland. Maar ook daar, dat was volgens mij de eerste keer dat hij met zo'n last leg decider dan verloor. En juist waar Van Gerwen het dan een beetje begon te verliezen, was het voor Ian White een bevestiging dat hij goed bezig was. Want de week daarvoor had hij natuurlijk ook al gewonnen. Terwijl hij daarvoor juist 2 keer een finale had verloren van Van Gerwen. Nou, toen won hij daarna eerst van Peter Wright op de European Darts Grand Prix. Een week later dan de Dutch Darts Masters in Nederland, de finale tegen Van Gerwen. Ja, we hebben natuurlijk al gezegd dat Ian White geen Eurotours of niks op tv kon winnen. Maar dat is in 2020 anders gelopen. Hij heeft wel zekerlijk bewezen dat hij dat kan. Alleen nog niet goed genoeg in mijn ogen. Ik denk dat Ian White nog veel beter kan op tv, maar ik denk dat we het nooit gaan zien. Ik heb hem op de Player Championship Finals gezien, waar we later ook nog op terugkomen. Het kost zoveel moeite, zoveel kracht. Zelfs op de World Series of Darts Finals lukt het niet. Ja, dan moet je toch wel eens een keer bij jezelf te raden gaan hoe dat kan. Maar goed, dan gaan we naar de Eurotour speler van het jaar. Ja, Erik, aan jou om af te trappen. Nou ja, daar ga ik dan dus wel voor Ian White. Juist omdat
ja, hij gewoon de meest constante speler op de hele Eurotour geweest is, in mijn ogen. En ook dat hij degene is die Van Gerwen daar ontroond heeft. En in mijn ogen een klein beetje het stokje heeft overgenomen daarin. Niet dat hij daarna heel dominant is geweest, maar qua constantheid misschien wel het meest heeft laten zien. Ik ben wel benieuwd naar jouw pick voor de beste Eurotour-speler van het jaar. Ja, ik heb bij de beste Eurotour-speler van het jaar gekeken naar wie heeft het meeste kwaliteit uit zijn Eurotour-wedstrijden gehaald. Ja, en dan kom ik eigenlijk maar op één naam uit. Dat was Vincent van der Voort. Hij had nog een bepaald aantal ponden nodig om zich veilig te spelen voor de World Matchplay. Dat heeft hij toen op de Eurotour gedaan. Heeft in Zwolle goed gespeeld. En volgens mij ook in Austria goed gespeeld. Ik weet niet zeker of ik het goed zeg. We kennen natuurlijk het memorale moment dat hij even op zijn telefoon kijkt. Tijdens de wedstrijd tegen Mensa Sujevic. Ja, ik denk dat ja, of het echt de Eurotour speler van het jaar is, dat laat ik in het midden. Maar de prijs voor de meest functionele Eurotour weekenden, die gaat zeker naar Vincent van der Voort afgelopen jaar. Ja, ook wel grappig trouwens op de Eurotour. We hebben net over de Pro Tours gehad. Een aantal nieuwe winnaars, veel verschillende winnaars. Nou, dan hebben we in het tweede half jaar met de Eurotours natuurlijk nu ook gehad. Toen Van Gerwen en Wight er even mee ophielden, hebben we voor de rest alleen nog maar verschillende winnaars gehad. En een paar nieuwe winnaars. Joe Cullen noemde je al, maar ook Jamie Hughes en Ratajski. Ik vind van Ratajski ook wel weer een volgende stap. Hij had natuurlijk al een paar Pro Tours gewonnen. UK Open Qualifier al een keer gewonnen. Maar nu ook de Gibraltar Darts Trophy was het, waar hij ongenaakbaar was. Ook weer een stapje verder omhoog. Ja, zeker. Een hoop verschillende nieuwe winnaars. Ja, vooral de opvallendste winnaar, dat was wel Jamie Hughes natuurlijk. Ja, aan de ene kant opvallend. Aan de andere kant moet ik wel zeggen, als je Jamie Hughes een beetje had gevolgd, zoals het tegenwoordig heel mooi kan, hè, via Dart Connect, kan je alle Pro Tour wedstrijden volgen. Maar ik had hem daarvoor op de Challenge Tour ook al een jaar lang gevolgd. Ja, die gozer die gooit zo vaak verschrikkelijk hoge gemiddeldes. En dan ook niet gewoon één uitschieten, maar echt wedstrijden achter elkaar. Ik moet je eerlijk zeggen, het verbaast mij eigenlijk hoe weinig hij nog maar gewonnen heeft. Ik vind die Eurotour niet meer dan logisch dat hij die won. Ik denk dat bij Jamie Hughes het probleem is, hoe langer de wedstrijden worden, hoe moeilijker het wordt. Aangezien Jamie Hughes niet echt een makkelijke gooistijl heeft en die heel veel moeite en kracht kost. Dus als hij non-stop moet gooien, is dat niet in zijn voordeel. Ja, wie weet heeft het daarmee te maken. Ik denk dat het een hele gevaarlijke klant is als die helemaal los is. Goed, dat brengt ons bij de majors, oftewel de TC-toernooien. En dan beginnen we natuurlijk begin van het jaar met een van de grootste demonstratietoernooien die er is, de Masters. Ah, en dat bijna eigenlijk... begint hij weer. Ja, hij begint bijna weer, gaan we zeker op vooruitblikken. Ja, eigenlijk het allereerste jaar dat we geen Remo van Barneveld op de Masters hadden. Ja, dat was natuurlijk al even wennen dat hij er niet was. En het demonstratietoernooi, dat is het eigenlijk natuurlijk ook. Het is een invitatie, telt niet mee voor de wereldranglijst. Alhoewel je er wel voor moet kwalificeren, door bij de eerste 16 van de wereldranglijst te staan natuurlijk. Ja, op een of andere manier zien we die mannen dus ontzettend vaak tegen elkaar gooien. Maar als het dan de Masters is en we hebben een maand in januari stilgelegen, kijk ik er toch altijd weer naar uit. Dus eigenlijk vind ik het eigenlijk toch altijd wel weer een leuk toernooi om het jaar mee af te trappen. Ja, Van Gerwen begon het jaar daar goed, denk ik. Speelde redelijk, kreeg weinig tegenstand en wandelde eigenlijk in één keer door naar de finale. Ja, ik heb wel wat opvallende namen natuurlijk in de kwartfinale. Steven Bunting en Joe Cullen die een kwartfinale hebben gepakt. En voor de rest, ja, eigenlijk niet heel veel verrassende dingen op de Masters afgelopen jaar. Nou, Wade haalt daar weer eens een keer een finale. Moet ook zeggen dat Wade aan het begin van het jaar best wel een sterke indruk maakte. Over de Pro Tour wedstrijden hebben we het al gehad. Ook hier in de Masters begon hij het jaar goed met de finale. Maar zoals bij Wade vaker het geval is, duurde het jaar denk ik wat te lang. Ik denk dat we Wade gewoon niet in de Premier League moeten zien. Dus ik denk dat Wade dit jaar een veel constanter jaar gaat gooien. En ik denk dat hij ook wel weer een metertje mee kan pakken aankomend jaar. Ja, wie weet. Als de weg weer een beetje open ligt. En wat jij zegt is denk ik helemaal waar. Wade moet niet een te druk jaar hebben. Want dat werkt gewoon niet in zijn voordeel. Ja, dit jaar iets meer rust kan hem heel erg goed doen. Daar hebben we helemaal gelijk in, denk ik. Goed, dat brengt ons bij de UK Open. Het eerste toernooi wat er echt om gaat. Vanaf afgelopen jaar mogen alle 128 tourcardhouders meedoen. Heeft niet echt veel verrassingen even. Heeft er eigenlijk maar voor. Alleen wat verrassingen in de kwartfinales.
Dat heeft eigenlijk alleen voor wat verrassing in de kwartfinale gezorgd. Ja, je zal niet altijd een amateur in de kwartfinale hebben staan met die opzet. Maar toch vind ik het wel leuk dat alle tourkaarthouders er gewoon bij zijn. Ik vond het wel een beetje raar dat het jaar dan vroeger met 6 UK Open qualifiers begon. Waarbij eigenlijk alle grote namen zich toch altijd wel plaatsten voor dit eindtoernooi. Dus nu inderdaad alle 128 tourkaarthouders zijn er gewoon bij. De top van de Challenge Tour is erbij. En nog steeds een aantal amateur qualifiers. Ik vind dat wel een leuke opzet van het toernooi. Een soort FA Cup idee krijg je ervan. Dit jaar inderdaad in de kwartfinale. Josh Payne, Simon Stevenson, Ross Smith. Toch best verrassende namen, denk ik. Ja, zeker. Ja, ik denk dat TSB dan ook gerust tussen die verrassende namen mag zeggen. Die trouwens wel in die kwartfinale afgeslacht werd werkelijk door Michael Smith. Die voor mij 105 gemiddeld stond te gooien. Die een had veegpartij. Ja, dat was echt een veegpartij was dat. Ja, de allereerste major op naam van Nathan Espinall. Wie had dat verwacht begin van het jaar? Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je het mij gevraagd had. Ik bedoel, had natuurlijk al dat WK daarvoor al de halve finale gehaald. Hè? Dus had al laten zien dat hij goed kon spelen. En dat het echt wel een mannetje met bravoure en met de bepaalde agressie is. Een winnaarsmentaliteit. En dat je hem echt niet zomaar van het bord afgooit. Hij blijft ook knokken. Maar goed, dan denk je na zo'n halve finale, weet je, daar kon je onbevangen spelen. Nu komt de druk bij kijken. Mensen gaan wat van je verwachten. Dat is vele malen moeilijker. Ja, en als je dan op je eerste beste major die volgt gewoon de finale haalt. En daarin Rob Cross met 11-5 naar huis duwt. Nou, dat vind ik echt heel sterk. Tekent voor mij de klasse van Espinall. En dat is in mijn ogen echt gewoon een blijvertje voor de komende jaren. Dat kan niet anders. Ja, goed. Dan hebben we de UK Open ook gehad. Trouwens, dit jaar ook op de UK Open. Danny van Trijp, gefeliciteerd met je plek op de UK Open. Enorm gegund. Dat was wel grappig trouwens. Danny van Trijp, die heeft zich inderdaad gekwalificeerd voor de UK Open. Voor de mensen die niet weten hoe dat werkt. De beste 8 van de Challenge Tour van vorig jaar. En de beste 8 van de Development Tour van vorig jaar. Die in 2020 geen tourkaart hebben. Die zijn geplaatst voor de UK Open van 2020. Nou, dat was voor Danny van Trijp echt met een hak over de sloot. Want er moesten nog een aantal mannen die boven hem stonden een tourkaart pakken op Q-School. Om ervoor te zorgen dat hij dan een plekje op zou schuiven. En daarmee een UK Open spot zou bemachtigen. Nou, William Borland die won een tourkaart. Die stond boven hem, dus die schoof een plekje op. Dus eigenlijk had ik hem al gefeliciteerd met zijn plek op de UK Open. Alleen toen bedacht ik me ineens, ja shit. Ik had Catby meegerekend en die heeft natuurlijk zijn tourkaart ingeleverd. Wat er eigenlijk voor zorgt dat Catby met terugwerkende kracht dan een plekje boven van Trijp staat op de Development Tour. En daarmee weer die UK Open plek zou krijgen. Dus ik durfde het bijna niet tegen hem te zeggen. Ik denk, oh shit Danny, volgens mij hebben we een foutje gemaakt en ben je toch niet geplaatst. Maar gelukkig had hij al net de bevestiging vanuit de PDC gehad dat Catby niet geplaatst was omdat hij niet mee had gedaan aan Q-School. En dat was ook nog eens een keer een voorwaarde. Dus inderdaad, van Trijp gelukkig naar de UK Open. Ja, dat is mooi. Dat brengt ons bij, denk ik wel, het allergrootste demonstratietoernooi wat we hebben in de dartswereld. De Premier League. Ja, met een hoop nieuwe contenders, Mike. Vind je ervan, al die namen? Ja, een hoop contenders. Ik vond het leuk. Zeker John Henderson was een blijvertje. Die gaan we dit jaar ook weer terugzien. We gaan natuurlijk ook een beetje vooruitblikken. Ik denk dat de hype met Fallon Sherrock wordt wel een beetje iets te groot gemaakt. Ja, nou ja, dat is als de challenger moeten we natuurlijk zeggen. Ik zeg het fout. De challenger erop staat voor dit jaar, dat begrijp ik wel. Dat vind ik normaal. Maar om nou ook gelijk alle World Series te mogen gooien, dat vind ik wel een hele grote stap. Maar ja, het is en blijft de PDC. Commercieel en promotiebelangen vieren vaak toch net even wat meer de boventoon dan sportief belang. Dus nou ja. We kijken er ook weer niet heel erg van op. Als we het dan toch over Sherrock en Damon toernooien hebben, weet ik uit betrouwbare bron dat Raymond van Barneveld haar afgelopen weekend op de Kings of Darts heeft afgeslacht met 102 gemiddeld en 5-0. Dus de succes op de World Series namens de Achter de Oki podcast. Dat brengt ons nu echt bij de Premier League. Ja, wat een apotheose in Rotterdam. Wat een anticlimax vooral. Ja, jij doet op het interview van Barneveld. Nou, ik doe meer op de twee wedstrijden van Barneveld. Ja. Dat afscheid had ik natuurlijk allemaal heel erg anders gegund.
Ik denk het hele Nederlands dartpubliek. En allemaal nog niet eens zozeer voor een mooie swingende avond in Ahoy. Waar we allemaal juichend op de banken staan. Omdat Van Barneveld daar nog een keertje wint. Maar ik denk gewoon echt dat we allemaal begaan zijn met zijn lot. En dat we allemaal gewoon ja, denken te weten wat hij gaat voelen als hij zo afgaat. En dat daarna ook nog eens een keertje bevestigt. Nou, die pijn die gaat bij elke Nederlandse dartliefhebber door merg en been, denk ik. Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad naar een avond dat te kijken. De dag 1 was ik er zelf bij, was echt een anticlimax. Dan hoop je nog, hè, hij laat zich altijd op tegen Nederlanders. Ik refereer aan de World Series of Darts 2018. Dat hij ook ineens uit de hemel herrijzen is, laat ik het zo noemen. Ja, die dag erna was het, dat was echt de overtreffende trap. Ja, tenen krommend, plaatsvervangende de schaamte. Niet dat hij zich moet schamen, maar je weet dat hij het zo voelt. Ja, het deed echt pijn om naar te kijken, voor mij in ieder geval. René van der Gijp heeft het heel mooi omschreven bij VI. Hij maakt het gewoon te groot dan dat het is, met dat kettingkey. En kijk, we weten dat even dat vuistje bij de opkomst en die focus. Maar het was in Ahoy wel, zijn moeder was erbij, zijn kleinzoon was erbij. Het werd allemaal zo groot gemaakt en het moest ook nog allemaal die avond gebeuren. Ja, ik denk dat er gewoon net even te veel aan was. Ja, dat heb je natuurlijk altijd. Als je alles helemaal op het scherp zet, dan kan het bijna alleen maar tegenvallen. Ja, alles moet precies zo vallen zoals je het van tevoren droomt. Ja, je weet natuurlijk allemaal hoe klein die kans is dat het gebeurt. Ja, en dan creëer je natuurlijk wel een enorme teleurstelling als het dan uitpakt zoals het nou uitpakt. Maar ja, volgend jaar zit hij geloof ik op een cruise ergens op de Caribië. Dus dan heeft hij in plaats van pijn een lekker cocktailtje in zijn armen, denk ik. Dus kom wel weer goed, denk ik, met hem. Ja, goed. Michael van Gerwen won afgelopen jaar de Premier League met 11-5. En dat brengt ons eigenlijk weer een demo-toernooi. Hebben ze eigenlijk wel echt een toernooi bij de PDC? Ja, die zijn er ook. Die zijn er ook. Goed, dat brengt ons bij de World Cup of Darts. Ja, het is inderdaad het laatste jaar van Van Barneveld. Maar het was niet het laatste World Cup jaar van Van Barneveld. Want je meent wat hij mee nou mag spelen met Michael van Gerwen. Ja, nou, verdiend. Als je gewoon kijkt naar de ranglijst. En de twee beste Nederlanders, die ga je opgeven als Nederland zijnde. Ja, dan was het wat hij meena dit jaar in plaats van Barneveld. Het gaat nog spannend worden voor dit jaar trouwens. Of het wat hij meena of de Zwaan gaat worden. Maar dat wordt de Zwaan. Ja, kan. Maar het ligt dicht bij elkaar. Kijk, we gaan er natuurlijk gewoon vanuit dat Jeffrey de Zwaan de halve finale met de UK Open haalt. En dan praten we nergens meer over. Ja, overal... als wat hij meena in de andere halve finale staat, dan schiet nog niet veel op. Ja goed, dan blijft de Zwaan hem iets voorstaan volgens mij. Goed, dat brengt ons bij de andere halve finale, de halve finale van de World Cup of Darts. Waar de Nederlanders het toch afgingen tegen Ierland. Ja, het was toch niet zo'n ingespeeld team als dat van Barneveld of van Gerwen waren. Dus ik vond Nederland wel een beetje minder dan de afgelopen jaren. Het koppel van Gerwen, wat die meena. Ik ben niet helemaal gelukkig met de chemie die ik af en toe tussen beide spelers zag op het podium. En dat zag je juist bij O'Connor en Lennon wel. Ja, die hadden alles om voor te gaan natuurlijk ook. Speelde gewoon een fantastische halve finale. Verdiende winnaar tegen Nederland. Speelde sowieso een mooi toernooi. Alleen in de finale was het een beetje op. Dat is jammer. Ja, helaas was het op. Schotland wint uiteindelijk. Het duo Gary Anderson-Peter Wright. De kar werd uiteraard getrokken door Peter Wright. Gary Anderson was erg lastig op de World Cup. Maar kwam er rustig aan doorheen. En dan had je toch eigenlijk gedacht van hij is bijna helemaal klaar voor de World Matchplay. Ja, trouwens, even over die World Cup winnaars, Gary Anderson en Peter Wright. Eigenlijk is het toch bizar dat die al 8 jaar die World Cup samengooien. En dat duo nog nooit eerder gewonnen had. Dus mocht wel een keertje gebeuren, denk ik. Ik denk dat het vooral een mentale kwestie was bij die twee. Of de kwestie van hun vrouwen. Ja, dat vooral, ja. Ja, dat, er zijn betere vriendinnen op de wereld. Laten we het zo zeggen. Goed, dat brengt ons bij de World Matchplay. Ja, Gary Anderson er vroeg uit. Toch twee verrassende kwartfinalisten. Wel verliezend helaas. Mervyn King en Stephen Bunting. Ja, King blijft altijd een hele opvallende verschijning, vind ik. Soms dan zie je hem bijten en vechten. En dan spatten adrenaline uit zijn oren. En die oordoppen komen er dan bijna uit, weet je wel. Want dan zit hij er helemaal in.
Maar als het kwartje net even de andere kant opvalt, dan lijkt hij ook binnen 5 seconden van een enorme vechtmachine te veranderen in een bijna in een huilende baby. Dan krijgt hij gelijk last van zijn rug en het zweet breekt hem dan gelijk uit. Maar dit jaar hebben we toch wel een paar keer die goede Mervyn King gezien, waaronder op de matchplay. Ja, en dan kan hij echt wel darten. Ja, en wie versloeg? Goed, de finale was een vrij aparte finale. Want Rob Cross die kwam bij de tweede break, stond 9-1 voor Rob Cross. Ja, wat was je met Michael Smith joh, in die finale? Ja, moeilijk uit te leggen denk ik. Ga je er te veel aan denken? Of ga je te veel ontspannen? Ga je heel zenuwachtig worden omdat je de ander dan langzaam maar zeker toch een beetje dichterbij ziet komen? Ja, ik denk natuurlijk wel wat meespeelt, hè. Als jij natuurlijk zo'n goede darter bent als Michael Smith. En je krijgt zo vaak in interviews, komt altijd de vraag voorbij, waarvoor heb je nog geen major gewonnen? Ja, dan sta je een keer voor en dan zie je de tegenstander dichterbij komen. Volgens mij kan je het dan niet uitschakelen dat je gaat denken, oh shit, oh nee. Ga ik het nou weer niet afmaken? Gaat het nou weer niet lukken? Ja, als dat in je hoofd kruipt, dan wordt het natuurlijk wel moeilijk om daar tegen te vechten. Zeker als je bij je tegenstander natuurlijk dan juist het omgekeerde effect ziet. Die er steeds meer in gaat geloven. Maar dat is lastig. Goed. Rob Cross wordt uiteindelijk 18-13. En zo pakt Voltage eigenlijk zijn plek op de wereldranglijst vast. Aangezien hij op het WK een enorm bedrag moest verdedigen. En zo zien we Rob Cross dit jaar ook weer terug in de Premier League. Ja, dan gaan we wel zeggen van Glenn Durrant. Dat ik de hele toernooi het idee heb gehad van... weet je wat ik met Taylor ook 2 jaar daarvoor had? Dat ik echt dacht, nou, het sprookje van... eerste grote major op bij de PDC. Als wereldkampioen van de BDO. Hij werd per ronde beter en beter. Hè. Versloeg natuurlijk ook in de tweede ronde Michael van Gerwen. Waardoor je helemaal zoiets krijgt van oké. Okay, die Durrant die gaat het echt even goed doen hier op die matchplay. Ik heb er echt in geloofd dat hij het toernooi zou winnen. Ja, je kan zeggen wat je wil van Michael Smith. Maar in die halve finale tegen Durrant was hij dan wel weer steengoed. Dus daar ging het sprookje voor Durrant toch helaas anders dan het op de Taylor ging. Maar goed toernooi gespeeld. Dan gaan we naar de World Grand Prix. De grote doorbraak voor Jermaine Wattimena. Hij verloor helaas met 3-2 in de kwartfinale van Glenn Durrant, waar we het net al over hadden. Ja, ik denk dat de World Grand Prix toch eigenlijk het toernooi van Dave Chisnall was. Ja, hij gooide echt verschrikkelijk goed. Echt een goede Chisnall gezien daar. Zoals we hem al een tijdje niet gezien hadden. En misschien nog wat beter dan we hem ooit gezien hadden. Ja, als je in die vorm niet kan winnen van Vergerwe in de finale, ja, dan gaat het je ook nooit meer lukken, denk ik. Want in die finale was hij eigenlijk geen schim van de Chisnall als hij in de rest van het toernooi was. En dus dat is wel echt een ding voor Chisnall. Ja, miste te veel kansen. Dave Chisnall kreeg kansen genoeg in mijn ogen in ieder geval. Ja, goed, Vergerwe die won. Was het eigenlijk zijn eerste... ranking major van het jaar. Want de UK Open won hij niet. Nee, precies. Maar goed, jij ging natuurlijk net wel heel snel bij de UK of bij de Premier League aan voorbij dat hij die wel gewonnen had. Dus als jij de Grand Prix in september even de balans opmaakt en je hebt gewoon de Grand Prix en ook de Premier League al op je naam staan en je bent nog regerend wereldkampioen, dan kan natuurlijk niemand zeggen dat je er slecht voor staat. Maar toch, de dominantie die we van hem hadden, die misschien vorig jaar al ietsje minder was geworden, was in mijn ogen nog wel een klein beetje afgenomen. Goed, dat brengt ons bij de Champions League. Oh, daar hebben we het niet over. Dat is ook weer een demo toernooi. Dat brengt ons bij het EK. En dat was, dat was wel het toernooi van de Nederlanders, zeker tot de kwartfinales. Waar Jeffrey de Zwaan en Vincent van der Voort gewoon de kwartfinale haalden. Ja, leuk. Leuk dat de Zwaan weer een kwartfinale haalde daar. En ook gewoon echt weer met goed spel. En voor Van der Voort misschien wel nog verrassender. En in die kwartfinale tegen Kerwin Price was het natuurlijk was hij echt absoluut niet kansloos. Wat lag dat dicht bij elkaar. Hij had echt nog kunnen winnen daar. Helaas gebeurt het niet. Maar leuk om te zien dat we op die majors toch nog wel meer hebben dan Van Gerwen. Hè? Die het zelf natuurlijk een beetje liet afweten daar op het EK. Dat er dan toch nog 2 anderen opstonden. Ja, ongelooflijk knap. Ook Ricky Evans pakte een kwartfinale plek. Dat is wel echt een opsteker voor Rapid Ricky Evans. De halve finale, dan zie ik toch weer een verrassende finale. Of een verrassend. Michael Smith, volgens velen een slecht jaar, volgens vele critici. Ja, als ik dat zo even bekijk, dan heeft hij helemaal niet zo'n heel slecht jaar. Het is eigenlijk pas minder gegaan na het EK.
Ja, maar goed, dat is eigenlijk precies wat ik net zei. Weet je, als hij halve finales haalt, dan heb je het er niet meer over. Want van een speler van zijn kaliber verwacht je dat. Dus als hij er dan staat, dan valt het niet op. Maar ja, als je het eind van het jaar het lijstje winnaars bekijkt en je ziet hem er dan niet tussen, dan is het wel weer een dingetje. En dat is gewoon een beetje het probleem van Michael Smith op dit moment. Hij is verschrikkelijk goed. Hij hoort bij de 3, 4, 5 beste spelers van de wereld. Alleen in vergelijking met die andere namen heeft hij gewoon veel te weinig gewonnen. Ja, hij wint gewoon veel te weinig. Wie wel wint, is Rob Cross, want die pakte zijn tweede major van het jaar. Ja, inderdaad. En dat is dan iemand die, waarvan we geloof ik ergens halverwege het jaar nog zeiden, die gaat helemaal niks winnen dit jaar. Omdat hij op dat moment nog niks gewonnen had. En toen hij ineens de matchplay won. Ja, weet je, die heeft dan misschien op de Pro Tour gezien en over het algemeen gezien een iets minder jaar gehad dit jaar. Maar rijgt wel weer gewoon twee majors op zijn palmarès erbij. Ja, die tellen toch. Ja, precies. Daarom heeft hij dit jaar ook niet heel veel te verdedigen op de ranking. Want hij heeft natuurlijk nog een jaar twee majors staan. Dus dat houdt in dat je redelijk verzekerd bent van sowieso een top 16 plek. Ik denk ook over een top 10 plek. Ja, daar kan je wel van uitgaan. Goed, dan gaan we naar de volgende major. De World Series. Oh nee, dat is ook weer een demo toernooi. Dat brengt ons bij de Grand Slam of Darts. Dat is toch wel een groot toernooi van een week. Ja, die mag je gerust benoemen. Ja, die mogen we gerust benoemen. Laat ik beginnen bij de laatste kwartfinale. Michael van Gerwen tegen jackpot Adrian Lewis. Is dit de terugkeer van Adrian Lewis? Nou, helemaal terug, misschien nog niet. Ik bedoel, de jaren dat hij wereldkampioen was, was hij echt een tandje beter. Maar zijn dipje heeft hij wel achter zich gelaten, hoor. En dat vind ik toch knap van iemand die het predicaat lui en kan er niet voor werken. En moet het te veel op zijn talent hebben, maar er iets voor doen. Dat vindt hij vaak moeilijk. Nou, ik vind toch dat hij wat anders laat zien. Hij laat echt wel zien dat hij er nog voor wil gaan. En het oogt misschien soms een beetje ongemakkelijk of niet vanzelf. Maar een beetje spirit zien we af en toe bij hem terugkomen. En de resultaten komen er ook achteraan. Laten we hopen dat hij verder terugkomt. Ja, ik hoop ook zeker dat hij terugkomt. De Grand Slam of Darts, ja, veel te benoemen niet. Ja, het enige hoogtepuntje daar is dat Gavin Price Michael van Gerwen versloeg. In eigenlijk, ja, het was de halve finale. Ja, eigenlijk was het natuurlijk gewoon de finale van het toernooi. Ja, het is al een tijdje inderdaad dat Van Gerwen en Price wel de twee beste darters van het moment leken te gaan worden. En dat waren ze het ook wel. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik vanuit Nederlands oogpunt best blij was dat Prijs daar van Gerwen klopte. Want je zat toch met z'n allen een beetje er tegenaan te hikken tegen het moment dat Prijs van Gerwen een keer zou pakken. Hè? Want dat had hij natuurlijk al een heel aantal wedstrijden niet gedaan. En dan weet je, vroeg of laat gaat het moment komen. En dan hoop je maar, ja, als het maar niet straks op het WK gebeurt, weet je wel, dat daar dan de eerste keer gaat zijn en dat Prijs van Gerwen pakt. Dus ik was eigenlijk wel blij dat het dan bij de Grand Slam al gebeurde. Nou, helaas kwam de finale op het WK er dan niet van. Maar helemaal verrassend vond ik het niet. Prijs, echt wel de man van het moment. En wat jij zegt wel inderdaad, dat is dan misschien een beetje de finale geweest. Vaak zie je dan de speler die dan zo'n halve finale wint, die al zo beladen is, dan juist in de finale niet meer goed voor de dag komt. Nou, dat was bij Prijs ook wel anders. Die pakte hem gewoon goed. 16-6 tegen Peter Wright. En zijn Grand Slam titel prolongeren. Back-to-back Grand Slam champion. Dat brengt ons bij de Player Championship Finals. Ja, in een rampjaar voor iemand die medisch heeft gewonnen, verloor Raymond van Barneveld met 10-2 van Chris Dobie. Achteraf heeft hij in iedereen zijn ogen zout gestrooid, want het WK werd alweer niks. Speelde echt een ongelooflijk goede Player Championship Finals. Je zal haast zeggen dat de oude Raymond weer terug is. Helaas bleek het minder waard te zijn en waarom bleek het uiteindelijk niet zo te zijn? Ian White haalde als in zijn allereerste major halve finale. Verloor die helaas wel van Michael van Gerwen. Maar is toch weer een stapje dichterbij, hè? Ja, stapje voor stapje komt hij dichterbij. Ging met 10-8 zitten tegen van Gerwen. Is ook niet echt een slechte uitslag. Chris Dobie speelde ook nog een heel goed toernooi. Maar ja, van Gerwen zal van Gerwen niet zijn als hij Price niet even terug moet pakken. En die pakte gewoon de titel met 10-9 in de finale. Ja, gelukkig voor hem hoefde hij niet heel lang te wachten op revanche. En daar laat hij weer zien dat hij de sterkste is. En wint al pas al nog maar weer eventjes zijn titel dit jaar. Dus zo'n slecht jaar heeft Van Gerwen zeker niet gehad.
Ja, en White, stapje voor stapje. Jij zei natuurlijk aan het begin van deze uitzending dat je het er niet meer ziet niet gebeuren dat het komt. Ah, ik moet je ook wel zeggen, ik ga er ook geen geld op inzetten, want zo groot acht ik de kans niet. Maar als hij het toch ooit nog eens een keertje voor elkaar gaat krijgen, om wel een keer, nou, noem even zo'n toernooi, als de Players Championship Finals. Als hij daar toch nog eens een keer de finale van haalt en hem dan ook nog weet te winnen. Het zou toch een prachtig verhaal wezen. Ik zou het echt schitterend vinden. Als je er zo lang op moet wachten en het dan eindelijk toch nog een keertje voor elkaar krijgt. Nou, ik hou wel van zulke sprookjes. Ik zal haast zeggen, droom lekker verder. Helemaal in je eigen dromenland. Ah, heerlijk, ik hou van dromen. Dat doe ik graag. Goed, ik laat het WK zit vers in het geheugen. We weten dat Peter Wright won. Het laat het handig om die over te slaan. Ik denk dat het tijd is voor het talent van het jaar. En dan is het Kun je nog één ding zeggen? Als we het dan toch hebben over iemand die er lang op heeft moeten wachten. Maar er wel al die tijd verschrikkelijk hard voor gevochten heeft. En voor gewerkt heeft. Want als er iemand is die nooit een vloertoernooi overslaat. En naar alle Eurotours gaat. Dan is het Peter Wright wel. Ja, en dan 6 jaar na je eerste WK-finale. Weer tegen Van Gerwen en hem dan wel winnen. Kijk, dat zijn nou sprookjes, daar hou ik al van. Ik vond het prachtig om te zien. Zeker, het was prachtig om te zien. Peter Wright, enorm gegund. We gaan het zien week 1 in de Premier League. Talent van het jaar, Erik. Ja, we hebben natuurlijk een aantal genomineerden. En ik zal er even een paar noemen voor de luisteraars die we allemaal overwogen hebben. Natuurlijk een Ted Evans, verschrikkelijk goed op de development tour. Dominant daar, ongelooflijk. Onze eigen Geert Neentjes. De gast geweest in deze podcast. Ook goed gedaan op de Development Tour. 3-9 darters in een jaar. Er zijn heel weinig mensen die dat kunnen zeggen op de PDC Tour. Jeugdwereldkampioen Luke Humphries. Een paar komende mannen. Adam Galblas, Keen Barry. Harry Ward, jij noemde hem al. Natuurlijk een beetje oud-gediende voor de talenten. Max Hopp, Jeffrey de Zwaan. Ja, heel wat interessante namen, Mike. Wie uit deze namen vind jij het talent van 2019? Het talent, we hebben er misschien weinig van gezien. We hebben hem maar op 2 toernooien gezien. Maar Nico Kurz, hou die naam in de gaten. Miste een 9-darter tegen Gary Anderson. Miste een 9-darter tegen weet ik voor wie op het WK. Hou die naam in de gaten. Hij kan echt ver gaan komen in de toekomst. Doet het rustig aan. Hij heeft volgens mij ook maar 1 dag Q-School gespeeld. Echt met een plan erachter. En ik denk dat dit wel een van de plannen is die wel eens uit kan gaan komen. Erik. Leuk man met het jaar. Ja, ik kies toch voor Keen Barry, de jonge hier. Hij is nog wel ietsje jonger, dus staat misschien ook wel ietsje verder terug nog in zijn carrière. Maar als jij in één jaar de JDC-wereldkampioen bent, de BDO-wereldkampioen bent, en dan in de finale winnen van Leet en Bennett, waarover iedereen maar blijft schreeuwen, en terecht, want een groot talent is het. En ook nog eens een keer bij de PDC in de halve finale van het Jeugd WK komt. Ja, dan daar helaas net niet de finale. Maar bijna 3 uit 3. Ja, dan ben jij voor mij talent van 2019. Ben ik het ook wel zeker mee eens. Ik denk dat we van deze 2 namen nog heel veel gaan horen. Ja, ik denk dat we bij opkomende speler van het jaar. Ik zal even een paar namen noemen. De Souza, Clemens, Labanauskas, Wirt, McGeaney, Rasma, Winehead. Ja. Er is er eigenlijk maar 1. En dat is Glenn Durren natuurlijk. Of hij opkomend is, durf ik niet echt te zeggen. Maar als je zo binnenkomt in je eerste jaar bij de PDC. Pet je af hoor. Premier ja, League zeker. Plek. Ik heb er heel veel respect voor. Als jij met zo'n naam en zo'n cv die PDC binnenkomt. Dan, we hadden net over Barneveld, kan alleen maar tegenvallen. Maar het kon ook bijna voor Glenn Durren alleen maar tegenvallen dit jaar. En er zijn natuurlijk ook best wel een hoop... ja, BDO-criticasters die toch een beetje af en toe een beetje lacherig doen over het niveau. En dan ook durfde te stellen dat hij durend bij de PDC echt geen potten kan breken. Nou, dat heeft hij wel gelogen gestraft, want echt iemand om in de gaten te houden. Gaat hij top 10 van de wereld inkomen? En het zal er ook nog wel even blijven, denk ik. Ja, jij zegt natuurlijk over de BDO, maar ja, zo'n Mark McKinney had toch wel een erg moeilijk jaar. Ja, weet je, het zal niet voor iedereen gebeuren dat jij in je eerste jaar gelijk het zover schopt. Maar McGeaney heeft ook niet slecht gedaan. Hè? Ik bedoel, scheur ik nu al tegen die top 64 van de wereld aan. En ik vind als je dat in je eerste jaar weet te bereiken, dan dat is al verschrikkelijk knap. En mensen vergissen daar zich nog wel eens in. En ik denk ook weer, als je, we komen er zo meteen nog op terug, naar Q-School kijkt, die we net gehad hebben. Ja, zie ik toch ook gewoon een hoop BDO-namen daarin bovendrijven. Zie top van die video, dat is heus zo slecht nog niet, denk ik.
goed, je hebt het over teleurstellingen. Ik denk dat het wel bij de teleurstellende spelers van het jaar komt. We hebben er altijd twee. Eén naam is bij ons beiden hetzelfde. Dat zal gaan om Allen Norris. Heeft begin afgelopen jaren zijn vrouw verloren. Ja, dat had ik alleen maar erger hè, met Allen Norris. Ja, ja, weet je, je gunt het hem niet. Want het is een verschrikkelijk leuke gozer. En dan inderdaad het leed wat hij privé meemaakt. Dat je dat dan ook in de resultaten terugziet is niet meer dan begrijpelijk. Dat hij dan ook uiteindelijk nog net buiten die top 64 valt. En dan ook nog eens een keer zijn tourkaart kwijtraakt. Het zit ook niet echt een klein beetje mee. Dus dat, ja, het is niet dat je het misschien niet mag verwachten. Maar teleurstellend in de diepste zin van het woord. Dat is het natuurlijk wel. Ja, is het zeker. Ja, en wie is dan jouw andere naam? Ja, ik had Christian Kist nog opgeschreven. Natuurlijk ook te kampen met verschillende lichamelijke problemen. Arthritis is verschrikkelijk lastig. Dus ook daarvan is het misschien niet helemaal onverwachts. Maar ik vind het heel sneu voor hem. Want eigenlijk in de periode 2 jaar terug. Dat hij echt beter en beter werd. En ontzettend goede resultaten haalde. Dat je echt zag te wachten tot hij bij de PDC ook een volgende stap zou maken. Toen begon eigenlijk de ellende. Ja, en sindsdien heeft hij gewoon niet meer kunnen brengen wat hij kan brengen. Terwijl hij er eigenlijk zelf niks aan kan doen. Ja, dat vind ik jammer. Goed, ik had nog één andere naam. Raymond van Barneveld hoeft eigenlijk niet veel meer intreden te hebben die we kunnen opnoemen. Iemand die misschien zijn teleurstellende jaar wel een beetje heeft goed gemaakt, was Benito van der Pas. Ja, vind ik wel. Echt op het allerlaatste moment werd hij zich toch nog voor dat WK te plaatsen. Nou, net als vorig jaar. En behaalde mee zijn tourkaart. Ja, precies. En dat, ja, weet je, dat kan je een beetje geluk noemen. Maar aan de andere kant vind ik ook wel, het tekent toch ook wel weer een klein beetje. Dat er ergens diep van binnen toch nog wel een bepaalde vechtersmentaliteit zit die het niet opgeeft. En dat vind ik ook wel weer knap dan bij Van der Pas. Als je zoveel teleurstellingen hebt gehad. Dat zoveel tegenslagen. En dat je van zo hoog komt. Hè, top 16 van de wereld. 3 Pro Tours in een jaar winnen. Bijna een Eurotour en met in de finale 110 gooien. Waarin je dan helaas wel nog verliest. En dan naar, nou, gemiddeld dus van. Wat hebben we voorbij zien komen, Mike? Laag in de 80, 70. Niet om aan te gluren. Wekenlang eerste ronde zitten. Maar op het einde van het jaar maak je het toch weer redelijk goed. Dat zeker. Dan, op welke speler moeten we aankomend jaar gaan letten? Hierbij mogen de nieuwe tourkaarthouders genoemd worden. Ja, nou, dan heb je natuurlijk best wel een rijtje namen om uit te kiezen. Natuurlijk nieuwe tourkaarthouders, Nederlanders, Kleermaker, Harms, Telnikus. Bij de Engelsen natuurlijk ook wel een aantal. Ashton nu ertussen met een tourkaart. Maar vergeet ook, Sherbrooke mag ook een hoop gaan gooien. We hebben die Spanjaard op de Challenge Tour die het goed deed. Nogueira, die nou een tourkaart heeft. Tim en Herta, de grote verrassing van Down Under. Ook nu een tourkaart, gaan we een heel jaar zien. Ook wel heel benieuwd naar. Zeg het maar, Mike. Wie ga jij het meest in de raad houden? Martijn Kleermaker en Wesley Harms. Ik denk dat dat de twee namen zijn om echt naar uit te kijken. Ik denk dat Kleermaker echt een PDC-speler is. Dat absoluut niet naar zijn zin bij de BDO. Ja, en Wesley Harms moet zich maar bewijzen. Hij stond tweede achter Glenn Durant vorig jaar, volgens mij. Ja, de verwachtingen liggen hoog voor Wesley Harms. Ja, nou ja. En als het zo hoog ligt, dan is het natuurlijk moeilijk om daaraan te voldoen. Aan de andere kant, die verwachtingen waren er ook bij Q-School. En tussen die chaos weet hij er toch doorheen te komen. Dat is dan toch wel knap. Ja, weet je, ik weet het niet. Als je natuurlijk bij Harms kijkt naar de BDO-periode, waar hij echt wel lang aan de top heeft meegedaan. Hij heeft natuurlijk een hoop toernooien gewonnen, maar op de echt grote majors is het vaak niet goed genoeg geweest. Zo eerlijk moet je zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat Harms bij de PDC op de vloer een hele goede speler gaat worden. Ja, en dan misschien ook op de tv-toernooien het misschien wat lastiger gaat krijgen. Maar ja, je weet het niet. Ik vind het wel interessant om te gaan zien hoe zo'n naam het gaat doen. Natuurlijk ook Scott Waits bij de Engelsen door Q-School zien komen. Twee keer wereldkampioen zelfs bij de BDO, Grand Slam gewonnen. Ja, een beetje hetzelfde soort type. Ik ben heel benieuwd hoe die het op de tour gaat doen. Goed, dat brengt ons eigenlijk meteen bij Q-School. En dan... de tourkaarthouders, we beginnen bij de European Q-School. Harold Lettenvinger, Mike Dekker, Karel Sedlacek. Ja, en ik denk wel de grootste verrassing, Stefan Spiemann. Siepman.
Siepman, ja, excuus. Ja, dit is niet iemand die ik van tevoren misschien ingevuld had. Aan de andere kant, we hebben hem al een paar keer op de Eurotour gezien. Ik meen me te herinneren dat hij daar zelfs ook wel eens een keer de finale dag gehaald heeft. Dus ja, kan ook wel wat. Maar ja, ik verwacht niet dat hij over 2 jaar zijn tourkaart ook weet te behouden. Maar goed, dat kun je eigenlijk natuurlijk niet zo gek veel over zeggen aan het begin. Voor hetzelfde geld gaat hij... Ja, het is natuurlijk ook verschil is. Er zitten best wel spelers tussen die niet gewend zijn om dag in dag uit te trainen. Elk weekend op topniveau wedstrijden te hebben. Ja, als jij 1 keer je tourkaart haalt, ga je het natuurlijk allemaal wel krijgen. Dat kan natuurlijk ook je eigen niveau omhoog gaan helpen. Dus het is altijd een beetje lastig om daar vooraf wat over te zeggen. Maar verrassend was het. Ja, verrassend was het zeker. Op de Order of Merit, zojuist besproken, Dirk van Duivenbode, Wesley Harms, Dirk Telmekers, Martijn Kleemaker. Verder haalde ook nog Daniel Lasson, Boris Kamhar en Christophe Knuuk een tourkaart. Xiu. Maar over die van Duivenbode, weet jij nog wat hij vertelde toen we bij hem thuis waren een paar weken geleden over Q-School? Ik citeer. Ik ga gewoon naar Q-School. Gewoon eens voor mijn toolkit op te halen. Ja, weet je, hij vertelde inderdaad daar dat hij niet bang was voor Q-School. Dat hij dacht van, nou, ik heb een hoop ervaring en Q-School is een grote chaotische, nerveuze bedoeling. En ik heb dat een paar keer eerder meegemaakt, ik heb dat een paar keer eerder gehaald. Nou, dat moet wel goed komen. Ja, dat is toch grote klasse als je het dan ook voor elkaar weet te krijgen. Dat vind ik echt heel knap. Echt een complimenten naar vriend van de show, dames en heren, Dirk van Duivenbode. Dat brengt ons bij de UK Q-School. Ja, wat hebben we daar een naam zien komen en eigenlijk ook zien gaan? Ik begin even over de namen die gaan komen. Jeff Smith, Andy Hamilton, Alan Taburn, Damon Hetta, Lisa Aston natuurlijk. Ja, en Adam Hunt en voor de rest, Wayne Jones natuurlijk ook nog. Hè. En voor de rest allemaal wat meer onbekende spelers. Ja, zeker. Maar ik moet wel zeggen, op dag 1 doet hij het gelijk. Jason Lowe is een speler al wat ouder. Waar we ook vorig jaar niet veel van gezien hebben. Volgens mij is dat helemaal niks. Volgens mij is hij een jaar tussenuit geweest of zo. Ik weet niet wat hij gedaan heeft. Maar het jaar daarvoor was hij op de Challenge Tour actief. En deed hij dusdanig goed dat hij ook een paar keer op de Pro Tour mocht invallen. Omdat de tourkaarthouders dan niet ingeschreven waren. Ja, en daar liet hij echt verschroeiend goede dingen zien. En ja, het lijkt wel dat hij zich een jaartje teruggetrokken heeft. En nu ineens stond hij er weer. En poem bats, op dag 1 weet hij ook gewoon gelijk zijn kaart te pakken. Met ook weer gewoon die gemiddeldes van 2 jaar geleden. Ja, het zou zomaar iemand kunnen zijn die we dit jaar... Nou ja, voor hetzelfde geld wint hij een keer zo'n Players Championship of zo. Ik schrijf hem maar vast op. Ik zie het gebeuren. Heb jij Kai Fang Lung al opgeschreven? Nee, want ik wil eerst nog maar van zo'n speler uit Hongkong, uit Azië zien of hij ook echt de tour gaat gooien. Het is niet de eerste uit Hongkong die een tourkaart weet te bemachtigen. Roy Dan Lam bijvoorbeeld, die we van de World Cup kennen, heeft hem ook wel eens gehad. Maar die heeft dan letterlijk in 2 jaar tijd 0 vloertoernooien gegooid. Gewoon puur omdat het niet te doen is om van Azië naar Engeland te reizen. Ja, ik heb geen idee wat hij nu gaat doen. Het zou leuk zijn als hij natuurlijk wel de Tour gaat gooien. Maar eerst maar eens even zien. Is hij nog over? Ja, ik denk wel 2 tegenvallende namen van de UK Q School. Dat is Paul Nicholson en Sayo Asada. Ja, zo zijn er nog wel een aantal. Weet je, er hebben daar 500 mensen staan gooien. En de kennende 20 hebben een tourkort weten te machtigen. En er zitten gewoon echt een hoop grote namen tussen die het niet gered hebben. En Asada was er dichtbij. Dag 3, de finale, verliest hij hem dan net van Jeff Smith. 5-4, heel spannend. Maar dat was eigenlijk ook de enige dag dat Asada het goed deed. Andere dagen lag hij er redelijk snel uit. Ja, niet goed genoeg voor een tourkaart. Goed, stelling na de 2 Q-schools besproken te hebben. Is Q-school 1 grote loterij, ja of nee? Ja, nee, dat vind ik niet. Maar het is een beetje zoals de Tour de France, weet je wel. In een slechte etappe, je kan hem niet winnen, maar je kan hem wel verliezen. Dat is ook een beetje bij Q-School. Uiteindelijk zie je de namen die er doorheen komen. Ja, hier en daar een verrassing, maar het grootste gedeelte zijn toch wel namen waarvan je denkt, ja, nee, dat kan. Dat is niet helemaal onverwacht, of misschien wel verwacht zelfs. Maar aan de andere kant, je kan hem wel verliezen. Je hebt ook altijd namen die het gewoon niet redden. En dan vind ik altijd het meest schrijnende de namen die bijvoorbeeld vorig jaar op de Challenge Tour het een jaar lang echt hartstikke goed gedaan hebben. En dan denk ik aan een Richie Atthouse of een Cameron Menzies.
Gewoon echt altijd goed op die Challenge Tour. Altijd hoog eindigen. Maar net niet hoog genoeg om een tourkaart te halen. Want dat is ook alleen maar voor de eerste twee plekken. Die keren dat ze mee mogen doen op de Pro Tour doen ze het ook nog hartstikke goed. Dus ze laten zien dat ze het niveau echt wel aankunnen. Eurotour mooie dingen laten zien. Maar ja, dan op Q-School. Weer net niet. Ja, die mannen zou je toch eigenlijk willen belonen door gewoon op de Challenge Tour iets meer plekken te vergeven. Dat zou het misschien iets eerlijker maken. Maar ja, aan de andere kant, het heeft ook wel charme toch zo. Die vier knotsgekke dagen in januari. En ja, als je het dan goed doet, heb je gewoon een tourkaart. En het kan iedereen gebeuren. Als jij 450 pond lapt, dan mag je meedoen. Dat zeker. Dan gaan we naar de afmeldingen van de Player Championship Tour. De Challenge Tour. Daar is afgelopen weekend ook weer gespeeld. We hebben weer vier winnaars. Robin Collins, Scott Doggy Mitchell, Matthew Durant, ja, en de Nederlander Jitse van der Wal, die het zondagavond later goed deed tegen zijn landgenoot Arjen Konterman. Ja, het was in Nederland al middernacht, geloof ik. Maar er zijn natuurlijk ook 325 spelers mee daar in Wigan. Ja. Twee events op een dag. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook bijna niet meer te doen. Maar een paar leuke namen inderdaad. Scott Mitchell. We hadden het net al over grote namen die dan net de tourkaart niet halen. Nou, dit is er wel zo eentje. Ja, dan moet je die Challenge Tour gaan gooien. Ja, en gewoon prompt. Gewoon gelijk. Eerste dag. Eentje winnen. Ook nu nummer 1 op de Challenge Tour Order of Merit. Dus er hoeft maar één tourkaarthouder zich af te melden. En Scott Mitchell gaat erbij zijn op de Pro Tour. Dat is wel leuk om te zien natuurlijk. Ja, en leuk, Nederlandse winnaar. Nederlandse finale zelf. Jitse van der Wal tegen Arjen Konterman. Ja, echt super verrassend dat Van der Wal hem won. Want die Konterman die stond echt ontzettend goed te gooien die hele dag. Schakelde de ene grote naam naar de andere grote naam uit. Harris uitgeschakeld, Mitchell uitgeschakeld. Die Robert Collins die op dag 1 er eentje won uitgeschakeld. Scott Taylor uitgeschakeld. En allemaal met echt goede wedstrijden, 170 finishes voorbij zien komen. Ja, in de finale moest hij heel lang wachten voordat hij mocht beginnen. En volgens mij nog 3 kwartier tussen gezeten. Ik denk dat Van der Wal daar een beetje van geprofiteerd heeft. Maar leuk voor de jonge Vries. Dat zeker. Ja, dat brengt ons dan bij de officiële vooruitblik. De Dutch Open gaat aankomend weekend plaatsvinden. Hou alle social media van Dutch actueel in de gaten. En dan worden jullie als beste op de hoogte gehouden. Wat ook dit weekend gaat plaatsvinden zijn de Masters. Eén leuke pot eigenlijk meteen, de eerste wedstrijd. Michael Smith tegen Mensen Sujovic. Ja, wat verwacht je ervan, Mike? Ja, ik ben benieuwd. Smith na het WK? Ja, nee, dat zeker. Ja, ik denk dat het één grote slagpartij wordt die de kant van Michael Smith op gaat vallen. Want wat ik van Sujovic heb gezien de laatste tijd is niet heel geruststellend. Ja, maar denk je dat het voorkomt van Sujovic? Is het dan toch ook te druk met de Premier League erbij voor hem? Ik denk dat Sujovic zijn familie mist. En wat hij ook al tegen ons heeft gezegd. Every week pressure. Daar kan hij gewoon slecht tegen. Ik denk dat mensen Sujovic zijn beste tijd heeft gehad. Hij speelde ook met ander materiaal op het WK. Ik denk dat dat eigenlijk het zijn is dat het fout gaat. Ja, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ten meer ook omdat er zat zijn die net buiten die top 16 zaten te drammen om erin te komen. Nou, leuk om te zien hoe dat gaat dit jaar. Misschien nog wel twee verrassende namen die er ook nog bij zijn. Joe Cullen en Simon wisselvallig uit Whitlock. Ja, ik weet niet of je het heel verrassend mag noemen. Want ik bedoel, er staat hier gewoon de top 16 over de afgelopen 2 jaar natuurlijk. Hè, Order of Merit. Whitlock heeft 2 jaar terug echt nog wel een hoop geld binnengeharkt. Dus daarvoor staat hij gewoon nog hoog. Cullen heeft een beetje minder jaar gehad, maar het jaar daarvoor ook echt wel goed gedaan. Dus die staan er gewoon nog net bij. Maar er staan ook wel 2 van die namen. Dat ze dit jaar niet het prijzengeld van 2 jaar terug een beetje gaan verdedigen. En dan staan er gewoon mannen achter om eroverheen te klappen. Een Glenn Durant, een Jeffrey de Zwaan, een Jermaine Wattimena. En noem ze allemaal maar op. Vechten voor je plekje daar. Erik, 1 naam, de winnaar van de Masters. Ja, dan ga ik toch gewoon voor Vergerben. Die heeft er een beetje traditie van gemaakt. Dus die zal die wel doorzetten. Denk jij, Mike? Ik ga voor Michael Smith. Ik denk dat Michael Smith goed uitgerust terugkomt van vakantie. En die gaat... Het worden 3 bijltjes dagen. Michael Smith. Dan, dat brengt ons ook meteen bij de Premier League.
Die gaat van start vanaf 7 januari. Ik zal even de eerste vier contenders opnoemen. Of de challengers. John Henderson. Fallon Sherrock. En toen? Staat even niet goed op mijn blaadje. Oh. Clayton. Clayton. Ja, en ik ben eigenlijk totaal geen fan van hem. William O'Connor. Ik hoop dat hij er ook met 7-0 afgaat. Er worden ook nog 6 player championships gespeeld. En natuurlijk de Eurotour gaat weer beginnen. Met de Belgium Darts Championships. Ja, dat is ook uniek, hè. Voor het eerste keer een Eurotour in België. Ze hebben natuurlijk een paar keer de finale gehad in Hasselt. Nu gewoon een Eurotour toernooi. Ik vind het wel leuk dat de PDC die kalender weer een beetje verspreidt over andere landen. En België is dicht bij Nederland. Dus ook voor Nederlandse fans denk ik best leuk. En leuk voor de twee Belgische spelers die het hoogste staan op de wereldranglijst. En dat zijn natuurlijk Dimitri van den Berg en Kim Huibrechts. Want ook de opzet is een beetje veranderd. Elk thuisland mag de twee hoogste op de wereldlangste ranglijst. Twee spelers die het hoogste staan van het gastland. Die doen automatisch mee. Dus voor Huibrechts en van den Berg gelijk een voordeeltje. Die niet op de top 16 van de Order of Merit staan. Het Eurotour Order of Merit. Onthoud dat goed. Ja, van de Pro Tour bedoel jij, want die zijn sowieso al geplaatst. Ja, van de Pro Tour, excuses. Tevens is de Tourcard Qualifier opengesteld voor alles en iedereen die een Tourcard heeft. Dus 24 spelers strijden 14 februari tegen elkaar voor 24 plekken. De Host Nation Qualifier, die zal wel gewonnen worden door Ronnie Huibrechts. De Non-Tourcard Qualifiers, ik gok dat we daar twee Nederlanders gaan zien. Ja, dat ligt eraan, hè, want dat is ook veranderd. Iedereen die op Q-School heeft gespeeld mag meedoen aan die non-tourkaart. Of eigenlijk associate member qualifier. Dat is natuurlijk in vergelijking met voorgaande jaren konden alle Engelsen daar niet aan meedoen. Want daar konden alleen de beste van de Challenge Tour, die mochten dan weer meedoen aan de tourkaarthouder qualifier. Dat mag niet meer. Dat is alleen nog maar voor de tourkaarthouders. En al die Engelsen, die mogen dan ook die associate member gaan gooien. Ik moet nog zien hoeveel er van het kanaal over gaan steken om in Europa die qualifiers te gaan gooien. Maar goed, van de 500 die het mogen doen, zijn er vast een aantal die het gaan doen. Dus kon het wel eens interessant gaan worden. Goed, ik verwacht gewoon Danny van Trijp op de Eurotour. De PDC en Nordic Baltic Qualifier is gewonnen door Daniel Larsson. En East Europe, die gaat 7 februari gooien voor één plek. Ja, dan heeft hij Daniel Larsson dus mazzel, want die heeft nou een tourkaart. Dus die had die qualifier eigenlijk helemaal niet mogen gooien. Maar ja, omdat hij al gegooid was voordat Q-School ooit begonnen was, heeft hij toch zijn plekje. Dan geeft maar weer aan hoe raar de kalender soms in elkaar zit. Maar hij heeft er een voordeeltje van. De kalender zit zeker raar in elkaar. En dat brengt ons eigenlijk op het eind van deze podcast. Ik wil Erik heel erg bedanken voor deze podcast. Jij ook, Mike. We zien jullie terug de week voor de UK Open.